Met deze foto werd Cor Pan en Neeltje Tol op een wrange manier wereldberoemd. Zij waren twee van de 289 slachtoffers bij de MH17-ramp. Dat was toch een beetje het cement van de band. 3 jaar geleden begon de Volendamse band Fast Countenance aan het opnemen van een cd. Daar kwam door de ramp abrupt een einde aan. Als eerbetoon voor Cor en Neeltje besloot de band toch de draad weer op te pakken. Eddie Visser maakte er een documentaire over. Het is wel mooi tussen aanhalingstekens dat we nu heel veel momenten en verhalen en beelden van Cor en Neel die nooit getoond zijn. Met daarbij, en ik denk dat dat ook een vooral belangrijk element is, muziek. Om dat samen te brengen in een document wat eeuwigheidswaarde heeft. Vanavond gaat de documentaire in première in Volendam. De zanger en gitarist van de band heeft hem al gezien en denkt dat het een emotionele avond wordt. De grapjes die Cor dan maakt, Neil die aan het filmen is zelf. Dat doet je zeker iets. Dat raakt je. En of als je zijn stem weer hoort in een nummer. Dat blijft gewoon raar te denken van nog steeds van oké, dat hebben we, maar dat komt niks meer bij.